Een prachtige finale tussen Jesse Houtagalung en Robin Haase. Met bij tijd en wijle perfect tennis tussen deze twee Nederlanders. De week in Scheveningen begon echter met de mededeling van Robin Haase over de doodsbedreigingen aan zijn adres. Ja, ik hoop dat je heel erg ziek wordt en ik hoop dat je morgen dood neervalt. Even voor de duidelijkheid, zijn die dingen voorbij gekomen? Oh, elke week. Elke week komen die voorbij. Sterker nog, zelfs na een dubbel vandaag krijg ik ook gelijk weer een reactie. Ja, roerige week. Maar ja, altijd toch wel met Robin Haase. Er valt altijd wat te beleven. Voor de journalisten is dat smullen geblazen. En ja, hij is altijd ook wel met randzaken bezig. Hoort een beetje bij hem. Misschien moet hij daar nog een beetje van leren dat hij dat wat meer op de achtergrond houdt. Maar al met al is het natuurlijk een fantastische speler. Kijk, het is goed dat er gewoon bovenop gezeten wordt vanuit VWS. Het ministerie zit er bovenop, maar ook voor het NOC. NSF geldt precies hetzelfde. En wij als tennisbond natuurlijk ook. De handen in elkaar slaan en proberen dit zo goed mogelijk aan te pakken. En zorgen dat deze mogelijkheden er gewoon niet zijn. Houtagalung, de verrassende finalist tegenover de verwachte finalist Robin Haase. De nummer 1 geplaatst had het moeilijk in de hele wedstrijd. Brede Hillegomme Houtagalung, die tegenwoordig in Limburg woont, domineerde. Setpoint op 30-40, 5-3. En de eerste set lijkt verrassend naar Houtagalung te gaan. Haase zit niet echt lekker in zijn vel. En uiteindelijk de eerste set in 6-3 voor Jesse Houtagalung. Terecht. In de hoogstaande finale. Tweede set dan. In een tiebreak de voorsprong voor Hagenaar Robin Haase. Terwijl Houtagalung ook in die tweede set een paar kansen heeft gehad. Haase sleept er uiteindelijk een derde set uit. En in die derde set kramp voor de Hillegomme. Komt telkens een break voor. Maar weet dan de punten niet te verzilveren. Op 5-4 dan. Haase serveert op een stand van 5-4. 30-15. En opnieuw kansen voor Houtagalung. Haase domineert in de rally. Maar heeft niet het vertrouwen om af te maken. De smash is ook niet echt lekker. En uiteindelijk gaat die bal uit. En dan is het matchpoint. Tweemaal voor de winnaar van 2008. En hangt er een grote sensatie in de lucht. Want deze man stond in de tweede ronde al op de rand van uitschakeling. En kan hier zomaar het Sport 1 Open winnen. Tegen de torenhoge favoriet Robin Haase. Die het hele toernooi geen enkel probleem heeft gehad. Uiteindelijk de laatste klappers voor Houtagalung. Hij wint. De teleurstelling is er bij Robin Haase. Maar de derde set laat ik gewoon liggen. Hij zegt zelf in zijn speech net, hij was moe. En ik ging er niet overheen, dus mijn eigen schuld. Ja, want je speelt op dit moment misschien wel je beste tennis ooit. Nee, ik speel erg goed, maar ik wist dat ik het kon. En nu is het gewoon zaak nog dit vast te houden. Gewoon richting komende jaar gewoon door te blijven gaan op deze manier. Komt het Davis Cup team ook weer een beetje in jouw richting? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk vier jongens er al in zitten en ik ga gewoon mijn best doen om daar mij tussen te proberen te vechten. En is het niet, en anders dan speel ik graag Davis Cup.